Hey mensen van Mac Up Games en welkom bij een nieuwe Pokémon Fire Red. De vorige keer heb ik al laten zien dat ik Flash heb gehaald, maar ik ging nog bepalen of ik hem ging gebruiken op mijn Pikachu zoals ik eigenlijk altijd doe, of in dit geval op Sabrina ga zetten. En ik heb even opgezocht en een beetje nagedacht en in principe die Zeewol gebruik ik nooit. Die Teleport ga ik ook nooit gebruiken, maar ik ga hem op Zeewol zetten. Vanwege je dat met Teleport kan ik in principe zeggen, ik warp naar de laatste Pokémon Center. En dat was ik serieus nog vergeten de vorige keer. Dus dat ik een hoop repels heb gebruikt, was eigenlijk niet nodig. Want ineens dacht ik daaraan, ik kan mijn teleport gebruiken dus. Dus ik ga gewoon op de Disable zetten. Die Disable ga ik toch nooit gebruiken. Gooi hem maar daarop. Dan leert hij Flash en die heb ik dadelijk nodig voor als ik richting Rock Tunnel ga. Maar daar zijn we nog langer na niet. Hier gaan we de machine even erop zetten. Hartstikke idee. En dan heeft hij zijn Disable gemist. Of vergeten. En hij heeft in ieder geval nu Flash geleerd. Hartstikke cool. Nee. Ga weg. Repel War Off. Ja, want ik had repels de vorige keer gebruikt. En dan wil ik hier nog even naar beneden. Want hier beneden ligt een Aether. Hartstikke mooi. En dan ligt er hier beneden ook nog een Paralyze Seal. Nice. Dan heb ik geloof ik al mijn hidden items hier gevonden, als ik me niet vergis. Dan ga ik mijn Pokémon even gebruiken. Sabrina, teleport, alsjeblieft. Once returned to the Vermilion City Gym. Ja. Dit is dus iets wat ik de vorige keer had kunnen gebruiken, want ik heb zijn teleporter nog op. En dan ben ik gewoon weer terug. Die stressvolle aflevering vorige keer was dus totaal onnodig. Goed, dan hebben we wel eventjes nog één ding wat ik ga doen. En dat is in het Pokémon Center. Ga ik heel eventjes nog een Pokémon switchen. En wat ga ik switchen? Nou, dat gaan jullie zo meteen zien. Komt ie aan. Mankey neem ik heel even mee in plaats van Jack. Waarom? De volgende gym, daar is Jack niet sterk in. Dus als het toch nodig zou zijn dat ik mijn zesde Pokémon nodig heb, heb ik liever dat mijn zesde Pokémon Mankey is dan Jack. Want die is zwak in de gym. Goed, dan hebben we nu in principe ons team dus zoals jullie hem beneden kunnen zien. We hebben Jordi. We hebben, ik zie ze zelf trouwens niet tijdens de opnames niet. Dus ik moet ze even zo pakken. We hebben Jordi. We hebben Ezekiel. We hebben Dictrio. We hebben Monkey, Sparky en Sabrina. En Dictrio is in principe degene die achter Ezekiel komt te staan voor de volgende gym. Het is een beetje een soort van backup Pokémon. Eigenlijk net zo'n beetje als dat ik in de gym had met Misty. Daar had ik toen Bulbasaur als backup voor, of Ivysaur was het toen al. Ivysaur in backup voor Pikachu. En hetzelfde is nu voor Ducktrio achter Nidoking. Maar we gaan Ezekiel gebruiken in de volgende gym. En Ducktrio gaat mij vooral eventjes ook nu helpen erbij te komen. This tree looks like it can be cut down. Would you like to use cut on it? Yep, Ducktrio sloopt dat boompje helemaal de tering. En dan gaan we hier naar boven en naar binnen. En we zijn aangekomen in de Vermilion City Gym. Now, Jap in the making. Lieutenant Surge has a nickname. People refer to him as a Lightning American. Hij is een Amerikaan dus. He's an expert on electric Pokémon. Bird / water types. Pokémon match poorly against the electric type. Nou, daarom dus dat ik dus mijn Jack zei, blijf jij maar eventjes achter. Want jij gaat hier een beetje slecht in deze gym, dus laten we dat maar gewoon niet doen. Beware of paralysis too. Lieutenant Surge is very cautious. Ik denk dat hij dat zo uitspreekt, cautious. He's locked himself in, so it won't be easy getting to him. Yep, waar ik zal proberen hem te vinden, zonder dat ik een encounter krijg. Hij zit achter deze wall, oh. Daar gaat mijn ding. Ik zat even niet op te letten. Hij zit achter die lightning wall. En die kan ik uitschakelen. Maar dat gaan we zo meteen doen. We gaan eerst namelijk de trainer slaan. Dat wou ik sowieso wel gaan doen. I'm a lightweight. But I'm good with electricity. That's why I joined this gym. Hij is misschien wel eventjes een lichtgewichtje, zegt hij. Maar maakt niet uit. Bailey. Of zijn die nou zwaargewicht? Ik ben het kwijt. Hij heeft een Voltorb. Nou. Trek jij je nou even de tyfus dat het beest voor je staat. Want deze dik zou jouw Voltorb helemaal moeten slopen als het goed is. Screech, mist, maakt niet uit jongen. Kun je niks aan doen. Hier, kijk eens even. Daar is hij niet, Nidoking weer. En toen was je dood. Hartstikke idee. Zie ik hier al een paar levels erbij. Misschien dat ik nog level 25 met hem haal voordat ik bij de gym kom. En daarmee ben ik dan wel flink overpowered. Echt veel te overpowered met Ezekiel. Maar dat maakt verder helemaal niet uit. Want ik wou gewoon toen eigenlijk hem naar level 22 brengen. Zodat ik hem
zeg maar, op een level had dat ik hem wil evalueren. En toen ben ik gewoon doorgegaan met vechten. En nu is hij al bijna level 25. Misschien had ik dat bij deze. Even kijken, want de Backmite is neer. Net niet! Ah, wat flauw, Bailey. Fried! Wat? Gefrituurd? En mijn vriend? Maar goed, in ieder geval, die beams die hiervoor staan, kun je eigenlijk uitschakelen met switches die in deze trashcans zitten. Maar we gaan eerst alle trainers verslaan. En daarna ga ik zoeken naar de juiste trashcans. When I was in the army, Lieutenant Surge was my strict CO. He was a hard taskmaster. Ik heb zo het gevoel dat Lieutenant Surge, of dan Luitenant Surge, iemand in het leger was, of niet. Gentleman Tucker would like to battle, en hij heeft een Pikachu. Ah, wat schattig! Ah, die heb ik ook een. Die zijn echt schattig, of niet? Ik denk alleen dat... Oeh, hij heeft een quick attack. Dus hij gaat wel iets van damage doen tegen mij. Verdomme, moet ik dadelijk dus eerst even gaan healen. Nou, dat is dus waarom ik de trainer als eerste doe. Hartstikke idee. Die is dood. Gezellig. En dan is Ezekiel alweer level 25. Hij gaat echt eens een malle hoor, die Ezekiel. En Gentleman Tucker is verslagen. Stop! You're very good. Thank you. Thank you, sir. I'm really good, I know. This is no place for kids, not even if you're good. Niet eens als ik goed ben. Dat zal je eens even laten zien. Je hebt waarschijnlijk een of andere marinier geweest. Dwayne. Dwayne heeft ook al een Pikachu. Wat zitten jullie allemaal met jullie schattige lieve Pikachu's? Like, they're cute and all, maar... Ik sloop ze nog steeds. Ik sloop ze allemaal nog steeds. Spijt me. Geen één Pikachu is zo cute als mijn Sparky. Dus alle andere Pikachu's moeten maar gewoon eventjes... ja, precies. Neer. Allemaal uit de weg. Want Ezekiel is te sterk voor jullie allemaal. Hij is echt te overpowered. Je hebt zelfs twee Pikachu's. Oké, één Pikachu is schattig. Maar twee is echt super schattig. Een critical hit? Auw! Ik zat eventjes gewoon mijn haar goed te doen. En jij doet even bam een critical hit. Wat is dat voor onzin zeg. Ga toch weg. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, hey, dat was jouw Pikachu. Ik ben wel paralyzed. Nou, helemaal blij dat ik dus eigenlijk alle trainers van tevoren doe. Dwayne verslagen. Wow, surprise me. Ja. Dat was een verrassing hè. Dat ik ineens een Ezekiel had die al geleveld was. Ik ga heel even healen en daarna ga ik dan... Alles doen wat nodig is. En dan zijn we weer terug met een geheel geheeld team. Alles is weer helemaal zoals het hoort. En nou gaan we dus proberen te vinden. Dit is fucking kut. Want het zit namelijk zo. Je moet twee switches vinden. En er is een regel dat als de switch in de ene kant zit. Of in de ene trashcan zeg maar. Dan zit de tweede daarnaast. Maar in principe zeg maar zoals met deze. Zitten daar dus 1 en 2 naast. Maar als het hierin zit. Dan zit er 1, 2, 3 naast. En als jij net de verkeerde vindt, dan gaat die andere weer uit. En dan reset hij weer, want het is randomized. Het is fucking randomized. Dus hier gaan we. Nope. 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 Maakt het wel straks makkelijk. Dan zouden deze twee moeten zijn, als het goed is. Huh? Oh, daar zit hij. Hey, there's a switch under the trash. Turn it on. The first electric lock opened. Oh fuck, dat heb ik dan verkeerd onthouden. Nou kan het in principe deze zijn. En het kan deze zijn. Ik ga voor deze. The second electric lock opened. The motor's door opened. Nice. Goed gegokt, Michael. En dat betekent dat we klaar zijn om een Lieutenant Surge uit te vallen. Gaan we eerst kijken of ik alles geheeld heb. Inderdaad, alles klopt. Alles is goed. Daar gaan we jongens. Lieutenant Surge voor de derde gym badge. Let's go. Hey kid, what do you think you're doing here? You won't live long in combat, not with your puny power. I tell you kid, electric Pokémon saved me during the war. Dat is trouwens iets, ga ik verder geen aandacht geven, maar dat is dus iets wat wel heel erg veel theorieën oprakelt, die zin. Maar goed, moet je maar eens gewoon eens een keer op YouTube inzoeken. War Theory, Pokémon, bla bla, vind je vast wel iets. Ga ik niet verder over inlichten. Maar het is wel grappig dat hij dus zegt, dan wil ik het even uitpunten. Of zeg maar aanwijzen. They zap my enemies into paralyze. Paralysis, of paralysis? Ik kon het niet goed lezen, I don't know. The same as I'll do to you. We gaan de volgende gym aanvallen. Lieutenant Surge, come at me. Je hebt 3 Pokémon. En jij begint met je Voltorb.
Nou heb ik zo het gevoel dat Ezekiel genoeg tegen Voltorbs heeft getraind. En dus weet ik dat hij met een dik jou verslaat. Daar maak ik me ook nog geen zorgen om zijn Voltorbs. Dat vind ik nog niet zo spannend. Maar er zit er één tussen, die vind ik wel spannend. Die vind ik dan wel spannend. En, dat moet nog even kijken. Maar daarom heb ik ook Dugtrio dus bij me. Of tot Dugtrio. Voor stel die Pokémon waar ik een beetje bang voor ben. Stel die zo in Ezekiel verslaan, dan heb ik nog een Pokémon bij. Oké, jij bent bijna level 26. Jij begint nog met je Pikachu. Nice, dat is niet de Pokémon waar ik me zorgen om maakte per se. Het enige wat jij kunt doen hiermee is eigenlijk denk ik een Quick Attack. Die doe je dan niet. Dus dan ben ik level 26 wanneer ik tegen de Pokémon ga die ik eng vind. Oh, hij doet Double Team. Ik ga er al vanuit dat ik deze verslagen heb, maar dan moet ik nog maar kijken of ik hem raak. Ik raak hem wel. Is het ook voldoende? Ja, dat is voldoende. Oké, dan ga ik alsnog dus level 26 halen. Ik ben wel paralyzed. Oh, shit. Ga ik die eerst healen? Of ga ik gelijk aanvallen? Level 26, nice. Hij heeft namelijk een Raichu. En die is sterk. Die is namelijk level fucking 24. En in dat geval ben ik wel alweer een beetje sterker dan hem. Maar het is goed dat ik dus doorgeleveld heb. Maar ga ik eerst mijn paralyzed healen? Of ga ik het riskeren en gewoon aanvallen? Ik denk dat ik gewoon ga aanvallen. Het kan dus zijn dat ik dan een move helemaal niks doe en gewoon gratis hem de kans geef om mij aan te vallen. Maar als... Ja, nou ik moet dubbel erin... Nee, ik ga eerst healen. Ik ga eerst die paralyzed heal erop gooien. Ik denk ik ga mij nog niks doen. Vanwege dat ik al paralyzed ben, dus ik ga me niet daarop proberen te pakken. En ik ga gewoon kijken of ik hiermee mezelf kan, zeg maar, dat eraf halen. En nou hoop ik dat hij mij niet meteen ermee aanraakt. Hij doet een double team. Nice. Dat is, oké, niet super nice. Want daardoor is de kans nog steeds groter dat ik hem mis. Maar dan heb ik een juiste keuze gemaakt. Want als ik en door de paralyze en door zijn double team heen moest, zou het te moeilijk worden. We gaan onder de grond. Hij heeft geen quick attack. Of op zijn rijtje of niet gedaan. Hij doet nog een double team. Raak hem alsjeblieft. Dus ik heb dubbele keer double team gedaan. Dit wordt dus erg lastig om te raken. Hij doet nu wel een quick attack. Die mist natuurlijk. En ik... Misso, goddammit. Daar was ik dus al bang voor. Oké, niet nog een keer double team, alsjeblieft. Hij doet nog een double team. Oh, dit wordt zo moeilijk om te raken nu. Kom op. Kom op, Ezekiel. Yes! Lekker! En dat is genoeg! Lekker, Ezekiel. Jij bent echt de beste, Ezekiel. Geweldig gedaan. Oh, daar ben ik blij mee. Dit is namelijk een gym waar ik me altijd een beetje zorgen om maak. Vanwege dat die Raichu met zoveel double teams en de paralyzed die je kunt hebben, te moeilijk zal worden. Nou, that's a shocker. You're the real deal, kid. Ik had trouwens een wat andere stem voor hem. Fine then. Take the Thunder Badge. Yes, ik heb mijn Thunder Badge gekregen en op mijn monies. The Thunder Badge cranks up your Pokémon speed. It also lets your Pokémon fly lightning quick anytime, kid. You're special geared. Take this. Dankjewel. Hij geeft mij namelijk TM34 and that contains Shockwave. Teach it to an electric Pokémon. Ik heb een Pikachu, dus waarschijnlijk kan ik het hem aan hem leren. Oh mijn god, dit is een gym waar ik me altijd een beetje zorgen om maak, omdat je kunt een hele makkelijke gym hebben. En dit ging nog redelijk makkelijk, ook al was die Raichu best moeilijk met zijn dubbelteams nog. Dit was een redelijk makkelijke gym. Maar dit is altijd een gym waar ik zeg, daar ben ik nooit zeker van dat ik die altijd eventjes 1, 2, 3 zomaar even versla. Dus ik ben blij dat ik hem nu al heb verslagen. Nou gaan we alleen het volgende krijgen. Ik heb dus mijn Dugtrio heb ik Cut geleerd. En ik heb Cut nodig voor waar ik zo meteen naartoe ga. Dus ik zal Dugtrio nog wel eventjes bij me houden. Maar in principe is Dugtrio een Pokémon die ik vrijwel nooit gebruik. Dus ik zal even kijken hoe we dit precies gaan doen. Maar we gaan nu als eerste gaan we even een stukje naar boven rennen. Want we gaan eventjes iemand opzoeken en hopen dat hij... ondertussen is wat ik wil dat hij is. Wij zijn namelijk hier bij de daycare om te kijken hoe het gaat met onze Magikarp. Hoeveel levels is hij er al bij gekomen? Your Leviathan has grown a lot. Yes, quite a lot, I'd say. Let's see, by level, it grown by 10. Dan is hij geloof ik nu 15. Klopt dat? Dan is hij inderdaad 15. Vind ik nog te laag? Aren't I great? You owe me, hupplepup, zoveel als je hem terug wilt.
Fine, comment it, commenting like, of I don't know. Wat hij in ieder geval zei. In ieder geval laten we hem dus nog eventjes zien, want ik vind hem nog niet sterk genoeg. Hij moet namelijk eigenlijk rond de level 17 naar 18 zitten voordat ik denk, nou wil ik hem weer terug hebben. Dus voorlopig even nog zonder mijn Magikarp, die blijft daar nog even lekker zitten. Gaat hij maar lekker lopen trainen, heb ik allemaal geen zin in. En dan is het volgende wat wij dus in moeten gaan, is hier route 9. Dan gaan we dat wel de volgende aflevering doen. Dus ik ga je bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe Pokémon FireRed. Ik zeg tot de volgende keer. Later! Doei!